We zijn nu onderweg voor inentingen. 2 uur heeft dat me gekost. Ik zie je over 4 dagen. Woep woep. En heb een Canadees paspoort gehaald voor Nova. We zijn er klaar voor. Alle meuk. Wat gebeurt er? Paspoort voor Little Nova is geaccepteerd. Ik heb net even gebeld, omdat we al dat gedoe hadden met die foto. En ze eigenlijk nog niet eens konden zeggen. Hè, ja, toen wij daar waren konden ze het niet zeggen, want degene die daarmee werkt en zo, die was er niet. Dus ik heb ze net gebeld en alles is goed. Ik kan over 6 dagen paspoort ophalen en dan kunnen wij gewoon naar Nederland vliegen. Oh, yes, vet. Man. Dus we zijn lekker blij. Lekker blij, lekker blij. Goedemorgen. Hallo. We zitten op de 8:50 ferry. We hebben bijna 3 kwartier in lijn moeten wachten, omdat het natuurlijk druk is in de ochtend. En wij gaan nu, we zijn nu onderweg voor inentingen. En we gaan ook nog... Voor Nova, en niet voor ons, want wij gaan natuurlijk ook naar Nederland. En normaal gesproken met 2 maanden krijgen baby's inentingen. Maar ja, zij is nu natuurlijk bijna 7 weken. Ja. Maar ja, volgende week zitten wij in Nederland, dus dat gaat hem niet worden. Dus we gaan tussen pakken wat kan. Dat gewoon. Ja, maar het is een walk-in 2 uurtjes, hè? Ja, dus we kunnen geen afspraak meer maken. Nee, dus we moeten even kijken wat er gaat gebeuren of dat gaat lukken. Hoi. Nou, dat is dus de boot. En daarna ga ik even door naar een tiny house bouwer om te kijken of dat ze misschien werk voor mij hebben later. Dus spannende dag. Hoi jongens, ja sorry, de camera is een beetje scheef, want ik heb hem scheef staan op het bureau. Oh god jongens, wat een dag voor mij, wat een dag. Dus ik wil dat toch eventjes met jullie delen. We gingen voor de lieve Nova, gingen we... voor inentingen moesten we dus naar Vancouver Island, naar Nanaimo. Anyway, dit verhaal is echt ruk, want ik ben zo poept. Ik ga proberen het even wat leuker te vertellen. Anyway, hij ging dus met de auto naar het sollicitatiegesprek. En ik ging dus gewoon met de kinderwagen, huppa, op de ferry. En zou dan vanaf de ferry meteen, huppa, een bus kunnen nemen die vrijwel ons bij... thuis bij het huis van Annie en Bert zou afleveren. Maar de bus of de ferry was waarschijnlijk te laat. En de bus die normaal wacht, die was er dus niet meer. Dus ik moest eerst ongeveer 3 kwartier wachten op een andere bus. Nou, dat zijn van die kleine busjes. En nou, eigenlijk is er helemaal geen plek voor een kinderwagen of een car seat of whatsoever. Dus gelukkig konden we de kinderwagen een beetje opvouwen. En de car seat had ik naast zitten. En toen heb ik dus haar gewoon op mijn schoot genomen. En dus een gordel omgedaan. Wat dus eigenlijk helemaal niet safe was. Maar goed, ik wist niet hoe ik het anders kon doen. En die man, de driver, die reed wel gewoon heel erg netjes. Dus dat was best prima. Het is hier toch echt helemaal niet druk. Dus ja, goed. Het is allemaal goed gegaan. Maar ja, wat blijkt nou? Ik zei, oh, ik moet dus daar en daar naartoe. Hij zei, oh, dat is prima. En toen keek hij later op zijn schedule. En blijkbaar zijn dus de schedules veranderd vanaf een week of zo. Toen zei hij, oh, ik moet helemaal niet die kant op van het eiland. Dus ja, ja, heb je een andere ride die je kunt hebben? En toen was ik dus al met hem in de bus, hè, bij hem in de bus. Dus ik zei, nee, ja, helemaal niet. Ik ken helemaal niemand voor de rest hier. Dus hij zei, kijk wel eventjes hoeveel mensen ik op moet pikken. En wie weet aan het einde van mijn shift kan ik je toch nog wel even naar huis brengen. Dus gelukkig was het helemaal niet druk. En heeft deze lieve man, de busdriver, heeft me dus uiteindelijk helemaal thuis afgezet. Wat echt super top is. Dat is echt wel heel erg lief. Want ja, wat kan ik eraan doen dat de schedules veranderd zijn en dat er geen bus op ons wacht enzovoort. Maar dit hele gebeuren heeft me dus zeg maar vanaf dat ik de ferry afkwam
tot aan thuis. 2 uur heeft dat me gekost, weet je wel. En zij werd op een gegeven moment natuurlijk een beetje cranky. En moest haar luiers verschonen, moest haar voeden. En het is helemaal niet super lekker weer. En ja, ik weet niet. Ik raakte er van binnen een klein beetje gestrest van. Alhoewel zij best wel chill was. Maar ik dacht gewoon, oh, met die inentingen. Ja, misschien krijgt ze een beetje verhoging, weet je wel. Voelt ze zich niet zo lekker. En dan zijn we gewoon 2 uur bezig met commuten, weet je. Dat is toch gewoon niet relaxed. Ah, jongens, moet je nu toch kijken. Dit kruimeltje ligt heerlijk te slapen. Met die handjes zo omhoog. Of naast haar hoofd. Ik denk dat heel veel baby's dat doen. Maar oh, dit is zo cute. Volgens mij doet ze... En dan maakt ze van die leuke geluidjes. Oh, poepje toch. Nou, volgens mij doet ze het best wel aardig zo na de inentingen. Goedemorgen, ik ben alweer op weg naar de ferry. Of ik sta in lijn voor de ferry op donderdagochtend voor de 8:50 ferry. Om Nova's paspoort op te halen. Die zou eigenlijk vandaag klaar moeten zijn. En dan heb ik nog een interview voor een functie als uitvoerder. Wat niet echt mijn expertise is. Maar wie weet, misschien vind ik het wel leuk. Of ze hebben goede dingen te bieden. Dus we gaan het even afwachten. Ik ben daar binnen geweest bij Passport Office en heb een Canadees paspoort gehaald voor Nova. Dus hij is binnen. Geen eens 5 minuten moeten wachten. Dus nu kan ik een hele tijd wachten voor een interview en dan weer naar huis gaan. Ik ben in Victoria en die beesten hier, die lopen hier gewoon op straat. Die zijn echt helemaal nergens bang voor. Horen mij praten, kijken ze. Oh, hallo. Hey, wie ben jij? Dat is zo bizar hier op het eiland. Je hebt zoveel van die herten en ze zijn allemaal een beetje, ja, heel erg tam. Anyway, dus we gaan inpakken en zo. En dat doen we dus niet last minute nu. Normaal doen we dat wel last minute. Maar dat heeft dus alles te maken met dat we Nova nu hebben. We denken van, oh shit, die vergt zoveel aandacht. En als ze straks veel wil eten en niet wil slapen, dan kunnen we toch geen fuck doen vandaag. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik zeg, geniet van je series, geniet van je weekend. En ik zie je over 4 dagen. Woep woep. Doei lieve sis, bye bye, kus. Op mijn lijstje staan Cash Check van ICBC. Oh ja, Cash Check. ICBC? Ja. Empty Water Line, tank. Ja, we gaan het gewoon in het Nederlands. Oké, water, de hele RV water eruit halen. Dat het niet bevriest. Nee. Ik heb alles mooi opgerold in zulke kleine pakketjes. Op zich is dat handig als je het in een backpack stopt. Anders als je alles gewoon op elkaar vouwt en op elkaar legt, dan wordt het een beetje moeilijk. Trek je er een eruit, haal je alles uit elkaar. En nu heb ik hier broek, onderbroek, jas of een, ja, weet ik veel hoe dat heet, een hemd. En dat is allemaal vrij klein ingepakt en in aparte units. Dus als je dan iets uit je tas wil halen, dan is het makkelijk te doen. Dus nu gaan we eens kijken hoe het gaat inpakken. Dit is de dag voordat we gaan vertrekken. Ilke heeft mijn haar gisteren geknipt. Oké, oh nou ja, het is veel beter dan het voorheen was. En ik heb er net mijn tas ingepakt en we hebben hier lijstjes gemaakt van alle dingen die ja, we... Ja, gisteren al verteld.
meer om te laten zien hoe ver we al zijn. Ik vind het best goed voor eigenlijk hoe wij normaal altijd last minute pakken. Zover zijn we dus. Van lijst 1. Al het rode is gedaan. Of roze of paars, wat het is. En dit is lijst nummer 2. Dus we zijn aardig ver gekomen. Ilke is nu nog eventjes aan het naaien. Daarachter. En ik loop een beetje met Nova zo. Nee, ze zit er niet aan, ze zit hieronder. En ik ben denk ik binnenkort klaar met mijn spullen pakken. En dan gaan we nog eens opruimen en water leeg halen. Dan weet ik veel, al die dingen die gedaan moeten worden. Dat wij het ding onbezorgd achter kunnen laten. Misschien moet ik die gaan gebruiken als we een... Nou ga ik even lekker mijn tas inpakken. Ja. Eindelijk! En lekker wasje erin. En dan straks nog één laatste wasje. Het is maar een partij bezig zijn. Baal hier zo van, ik draag nog steeds mijn zwangerschapsbroeken. Niet heel vaak. Ik heb ook 2 andere broeken gekocht bij de H&M voor goedkoop. Maar ik vind het echt vreselijk. Ik wil gewoon weer mijn oude maat terug hebben. Maar ja, dat gaat niet zo snel, hè. Mijn moeder zegt altijd 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwangeren. Dus ik heb nog 7 maanden de tijd om weer een beetje back into my old shape te komen. Zo jongens, dit gaat mee. Ziet er eigenlijk nog best naar veel uit, hè. Ook al zei ik dat ik bijna niks aankom. Anyway, dit gaat allemaal hierin. Moet denk ik wel gaan lukken hoor. Backpacks, daar kan best wel wat in gestouwd worden. We zijn er bijna. Nog een keer, even wat. We zijn er dus bijna. Mijn tassen zijn ingepakt. Ilke's tassen zijn ook zo goed als ingepakt. Nu gaan we even resten opeten. Dus ik heb even lekker bord sla gemaakt. En straks eten we nog wat er van gisteren over was. En een beetje kombucha enzovoort. En een lekker biertje. Dat bier gaan we eens pakken. Dat is wel iets wat wij in Nederland misschien gaan missen. Dus we gaan... Hey joh. Oh, ze hebben heel goed bier hier. Ja, oké, maar we gaan die missen. Nou, een van de dingen die je misschien zou kunnen missen is niet veel wat je kan missen uit Canada. Oké, dat dus. We zijn er klaar voor. Alle meuk. Alle meuk hebben we bij ons. En dat is Nadia. En onze fantastische auto. Wat best mee. It's not too much. Thank you. Hallo, lekker klein vliegtuigje. Het is lang geleden dat ik in zo'n klein vliegtuigje heb gezeten. Nou, nog vindt ze het leuk. Niet zo snel bewegen, ja. Dus nog vindt ze het leuk. Dit is het vliegtuig waar we in zitten.
verteld. Deze gaat dus door mijn riem, gaat hier doorheen. En dan heb je dus een kleine riem voor je baby voor het stijgen op. Dat is wel leuk, ik heb hem nooit gezien. Dus straks maar eens even kijken of het lukt. En dan maken we maar een filmpje. Ja. Alem. Gewoon de babybelt. Dat is zo. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight. Ja, zo een beetje. Dan kan ik haar zo borstvoeden. Ja, borstvoeden. Voeden gewoon. Natuurlijk Schiphol, en we kijken eens of er iemand achter staat.